Nou, ik heb Willy leren kennen bij de eerste tentoonstelling van Tent in 1999. En toen heeft ze mij ook geassisteerd bij de opbouw van mijn installatie in de gym. Uiteindelijk heeft ze toen niet zo heel veel gedaan. Want elke keer had ze het zo druk en dan kwam ze... Ja, ik kom er zo aan. Wacht even, ik ben zo terug. Over een half uurtje. En dan ging ik alweer verder en zo. Nou, is het nou nog nodig? Ik zeg, nou hoeft het even niet. Maar straks misschien. En dan kwam ze weer. Ja, kom je zo helpen. Over een half uurtje. Moet even. En bijvoorbeeld Johan kende ik ook. Die kende ik ook nou goed niet. Maar ik kwam altijd tegen op de markt. Naar hetzelfde kraam altijd. Hetzelfde visboer. When they're gonna be all in the same space and the neutral, you know, white and tan, then you can really appreciate the variety of the wood, of the roots, yeah. Of also of the smell. Because now you can't really appreciate the smell because it's an open space. Yeah. But when it will be indoor, I mean, the smell will become a bit harder. Kamers. En die eerste blaadjes, zo dun, in april ontvouwden ze zich. Dan kwamen de luizen. Hun kleverige sap deed mijn vader vloeken. 'S Avonds zette hij zijn fiets tegen de boom. En wanneer hij 's ochtends naar de fabriek ging, plakte het zadel. Normally, topiary gardens are really geometrically laid out. Yeah. But this garden is. There are 36 of these trees in maybe 100 by 100 meters. So it's really intense. It's. They're just sort of. Almost randomly placed, it doesn't have okay, this form. It's not that you have to actually put them in line or something? No. Okay. No, definitely not. Oh! Oh! Mooi! Hier wordt echt getarneerd. Ja, zo tegen de muur aan de linkerkant, of jullie rechterkant, ja. Op 160, min 87,5 is onderkant. Ja. En ik vind dit een prachtig afscheid, omdat deze tentoonstelling niet alleen een afspiegeling is van de actualiteit van de beeldende kunst, maar ook denk ik ergens van ja, de persoonlijkheid van Willy. En anders gaat het te veel bij haar trekken, het stapt goed. Mooi. Ja. Vroeger kreeg ik ze dood, maar tegenwoordig krijg ik ze levend nu mijn kat goed gevoed is. Een beetje te dik. En op het moment dat jij me eigenlijk vroeg voor de tentoonstelling, en toen dacht ik, ja, met natuur, hoe ga ik dat dan doen? Uiteindelijk heb ik er toen voor gekozen dat hij roze blaadjes heeft als uiterlijk. Dan ben je echt wel bezig met de tentoonstelling en met jou in je hoofd. Ja. Denk je dat het mooi wordt, Ove?
dat jou niet blij mee zou zijn?